En parlementariër Ebu Jones heeft de regering om opheldering gevraagd over vluchten uit Santo Domingo en Haiti. De vluchten worden normaal afgehandeld terwijl het Surinaamse luchtruim is gesloten. Het parlementslid trok gisteren aan de bel tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee. Als we kijken naar, met betrekking tot trafficking in persons, zoals lid Mustadja net zei, weten we dat nu op dit ogenblik, terwijl onze luchtruim gesloten is, komt er vanavond aan een vlucht met 51 mensen vanuit Santo Domingo. De mensen hebben visa gehad van minister van Buitenlandse Zaken om te komen. Het ministerie, niet de minister, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo ook de Haitianen. Hoe zit het daarmee? Terwijl we weten dat onze luchtruim gesloten is. We weten ook dat om te kunnen komen naar Suriname, je sowieso een chartervlucht moet hebben. En we hebben begrepen uit informatie dat er twee groepen zijn die mensen naar Suriname brengen. De Haitianen. We praten over een groep. Ik zal geen namen noemen, want dat mogen we niet. Maar oké, de twee groepen. En we hebben vernomen dat ze gelinkt zijn met hoge functionarissen, zowel op het kabinet van de president als de vicepresident. Ik hoop dat ze daarvan op de hoogte zijn en die niet laten ze het gaan onderzoeken, want dat is van belang. Aan de andere kant, voorzitter, weten we ook dat SLM, onze carrier... Mag lid Jones vervolgen? Zij zijn de instantie die de landingsrechten en alle documenten moeten aanvragen. Hoe komt het dat ze weten dat er sprake is van een gesloten luchtruim en toch nog de toestemming krijgen? Voorzitter, we weten dat de Haitianen gebracht worden naar Suriname. Ze gaan aan de Korte Weg, Zijstraat Korte Weg, daar worden ondergebracht. Vervolgens vervoerd naar Frans-Guyana en de Albina, oversteken naar Frankrijk. 7500 moeten ze betalen. Ze verkopen alles in Haiti om hier te komen. Dat is wat we noemen trafficking in person. Dus voorzitter, graag aandacht van die regering. Vanuit mijn vorige functie als ambassadeur in Guyana weet ik nog dat Suriname om de vingers werd getikt omdat de Haitianen voorheen vanuit Guyana Bactra naar Frankrijk gingen. Graag uw aandacht. Jones stelde dat het afhandelen van vluchten uit Haiti en Santo Domingo bij een gesloten luchtruim helemaal niet door de beugel kunnen. Het gaat zijn verstand te boven dat de autoriteiten tegen mensensmokkel zijn, maar dat deze activiteiten toch doorgaan. Jones merkte op dat hij geïnformeerd is over hoge overheidsfunctionarissen die betrokken zijn bij de accommodatie van de personen die afreizen vanuit Santo Domingo en Haiti.